Zoals jullie waarschijnlijk al hebben gezien, zit ik in de legendarische divisie in Ranked. En wat ik daarna heb geprobeerd, is kijken of ik misschien Master kon halen. Want ik had namelijk een aantal potjes gespeeld in legendarisch. En dat ging vrij goed, dus dat was echt ziek nice. En toen heb ik besloten, ik ga nog kijken of ik de meeste divisie ga halen. En we zijn op dit moment echt heel erg dichtbij. Ja, dat is echt niet normaal. Want ik heb momenteel de 8336 punten. En ik heb nog minder dan 700 punten nodig. En dan heb ik de meeste divisie gehaald. We gaan kijken of dat gaat lukken. In ieder geval in deze video wil ik legendarisch 3 halen. Dus als dat lukt, dat zal al heel erg nice zijn. En dan kunnen we in de volgende video misschien de meeste divisie halen. Want op dit moment ben ik al 3 kwartier aan het spelen. Hebben jullie niet gezien. Heb ik gewoon even geconcentreerd voor mezelf gedaan. Maar dat doe ik met Karel en Skert. 2 mega goede spelers. Dat is echt niet normaal. Skert heeft heel eventjes eerste van de wereld gestaan. Dat is echt insane. Maar op dit moment staat hij volgens mij ook gewoon in de top van Nederland. Ja, hij staat gewoon 11e. En Karel die staat 15e. Dus 2 mega goede spelers. En met hun ga ik vandaag spelen. En gaan we in ieder geval legendarisch 3 halen. En binnenkort gaan we dus voor Master. Ja, dat zou echt ziek zijn als dat gaat lukken. Maar voordat we gaan beginnen met spelen, doe even dat duimpje omhoog. Zouden we de 3000 likes kunnen halen? Zou nice zijn, want dit zijn wel video's die heel veel tijd kosten. Ook eromheen om al die potjes te spelen. De support wordt gewaardeerd. Vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En gebruik natuurlijk de code BOOS in de shop. Wordt gewaardeerd. En oh ja, Karel en Skert hebben ook allebei een YouTube kanaal. Ik zal even kijken. Karel heet Karel BS en Skert heet Skert XBS. Ik zal even een linkje in de beschrijving zetten. Mochten jullie het leuk vinden om die video's van hun ook te checken. Maar laten we maar beginnen. En dan gaan we eens kijken of we dit potje meteen kunnen winnen. En dan volgens mij moeten we 2 keer een ronde winnen. En dan hebben we, als het goed is, legendarisch 3 gehaald. Oh, en dan zijn we nog maar minder dan 500 punten verwijderd van Master. Ik had nooit verwacht dat dat ooit zou gaan gebeuren. Nou, ik heb het nog niet gehad, maar waarschijnlijk gaat het wel lukken. Trouwens, ik hoorde net van Skert, ik wist het niet eens, maar vanaf de 10.000 punten is Ranked geglitcht. Dus als je boven de 10.000 punten hebt, dan gaan ze kijken naar je trofee-aantal. En niet meer naar de aantal punten die je hebt gehad in Ranked. Ik moet trouwens even snel opletten. Oké, het is trouwens snelvuur. Misschien moet ik Pearl gaan zijn. Die was ik de vorige keer hier ook in deze map. Of Mac, dat kan in principe ook. Dat is ook wel goeie voor snelvuur. Ja, ik ga wel voor Mac. Kan ik altijd nog ruilen met Skert of Karel als hun een betere knokker hebben waarmee ik kan spelen. Want ik vind Mac niet de beste knokker waarmee ik kan spelen. Maar ondertussen heb ik het dan wel redelijk door. Maar ik zie jullie als het potje gaat beginnen. Oké, daar gaan we dan. Op is de concentratie, want op dit moment moeten we echt alleen maar tegen goede tegenstanders. En daarom heb ik de potjes hiervoor ook gewoon even rustig voor mezelf gespeeld. Want dan kan ik altijd net wat beter concentreren. Op het moment dat ik aan het opnemen ben, dan moet je toch praten en spelen allemaal tegelijkertijd. Dan gaat vaak iets moeilijker. Trouwens, uiteindelijk ben ik wel Mac gebleven. Op zich ook wel prima. Ik kan even kijken. Ik zal even mijn gadget aanzetten. Dan heb ik weer wat levens erbij. En dan ga ik hier deze ster even pakken. Dank u wel. Dan staan we mooi 3-0 voor. Dus dat is wel een lekker begin in principe. En dit gaat in principe ook helemaal niet zo heel verkeerd. Ja, dat is wel chillen met snelvuur. Want je kan als Mac zijn en de hele tijd door blijven schieten. En nu heb ik mijn super, dus dat is extra lekker. Dus die kan ik dan nu wel killen, deze Charlie. Ja, dat gebeurt ook. Ga ik even naar achteren, want ik wil weer wat levens erbij. Ja, dacht jij dat ik bijna dood was? Mooi niet, ik ben nog steeds levend. Oké, nu moet ik wel uitkijken, want 1 shot en dan ben ik wel dood. Ja, Mac is bij dat op zich wel echt overpowered. Ik denk dat hij zo meteen zijn super gaat inzetten. Ja, dat doet hij inderdaad, dus daarom liep ik even naar de zijkant. Want dan kon hij mij minder goed raken. Oké, die Charlie heeft ook zijn super. Dus dat is ook uitkijken geblazen. Maar Karel is echt super goed bezig. Skert trouwens ook. Die is net wel dood gegaan. Maar die had ook al heel veel kills gemaakt. Dus op dit moment staan we 15-5 voor. Dus dat gaat vrij lekker om eerlijk te zijn. Ik wil alleen mijn super weer even krijgen als Mac zijnde. Dus ik moet eventjes een paar hits doen. Dus dat zou mooi zijn als dat zo meteen gaat lukken. Ik denk dat die nu door gaat pushen. Die Charlie. Oké, dat waren een paar hits. Alleen niet voldoende. Dus dat is balen. Ja, nice. Karel daar met de kill. En dan denk ik dat we het nu wel kunnen afmaken. Ik wil gewoon niet doodgaan. Ik speel gewoon lekker safe. Want Karel en Skert, dat zijn gewoon goede spelers. Die maken de kills wel. Als ik gewoon netjes ervoor zorg dat ik af en toe een kill maak en levend blijf, is het in principe prima. En dat moet je trouwens eigenlijk altijd doen in premie. Gewoon niet. Ja, je moet wel wat aanvallend spelen. Want je moet ook niet helemaal naar achteren gedrukt worden. Maar je moet ook niet zo aanvallend spelen dat je meteen gekild gaat worden. Weet je, daartussenin moet je spelen.
Trouwens, het valt me nu pas op. Maar Skert en Karel, die hebben allebei een gouden skin. Donders, dat is wel lijp. Oké, hier hebben we nu een stoel bij ons. En wat gaan we doen met die Charlie? Ik kan hier even deze ster pakken. Ga ik even naar achteren, gadget erbij. En dan staan we alweer 1-0 voor. Dus dat is mooi. Dat is wel chillen van Mac. En kunnen we die stoel nu hebben? Oeh, bijna. Net niet. Oké, maar Karel heeft hem wel. Ik wil nu er even voor zorgen dat ik dit potje wel voornamelijk de gewone Mac blijf. Of in ieder geval die mega variant. Want als je die kleine Mac hebt, ja, dan wordt het spelen wel een stuk lastiger van. Volgens mij heeft hij het al opgegeven. Ja. Oké, dat is dan. Ah, shit, mis ik mijn kogelslag. Ik zou even mijn gadget aanzetten. Oh, daar heb ik nog een kill gemaakt ook nog. En wat doet die Mandy? Heeft hij het nu opgegeven of niet? Ja, volgens mij wel. Maar ja, oké, ik denk dat ik nu gekild ga worden. Oh, niet eens. Lol, ik dacht dat hij dat al eerder zou doen. Ik ga nu wel dood, dus dat is jammer. Maar ja, we gaan dit potje echt wel winnen. Dus dat is chill. Hier, kom dan. Stoel, kom dan. Ik slok jou. Hoppa, dat wou ik eventjes hebben. Hebben we in ieder geval nog een kill erbij. Voor de statistieken altijd chill. Hier hebben we nog een kill. En dan ga ik met mijn gadget nu even vooruit. Want dan gaan we iedereen slopen hier. Katjaka! Oké, Karel die hit hem ook nog. En dat betekent dat we het eerste potje in ieder geval hebben gewonnen op Legendarisch 1. Check dan! Karel heeft gewoon 12 kills gemaakt met Piper. Insane! Dan moeten we nog één potje winnen. En dan hebben we gewoon Legendarisch 3 gehad. Oh, wat is dat nice. En ik zat trouwens even te kijken. Op dit moment sta ik van Nederland al best wel hoog. Ik sta 700ste. Ik ben heel benieuwd als ik zeg maar eenmaal Master heb gehaald. Hoeveel steek dan staan. Maar ik denk wel in de top 100. Maar dat zien we zo meteen. Eerst dit potje nog even winnen. En dan hebben we Legendarisch 3 gehad. Wat al insane hoog is natuurlijk. Oké, de volgende game is een overval game. Dan gaan we eens kijken wat hier terecht van gaat komen. Ik was eerst Eve, die had ik voorgesteld gekregen. Maar ik vind Colt net wat chiller spelen. Ben ik net wat beter mee. En Skert is gewoon heel goed met elke knokker. Dus ja, dan kan ik beter spelen met de knokker waar ik een beetje goed in ben. En dan Karel en Skert, ja, dat, voor hun maakt het wat minder uit. Oké, dan ben ik benieuwd tegen wie ik oversta. Ik sta tegenover Brock en dat gaat niet zo heel lekker. Nee, ja, Brock vind ik ook echt overpowered. Ik had eigenlijk misschien Brock moeten kiezen. Maar ja, daar is het nu al te laat voor. Even oppassen. Even zorgen dat ik wat movement speed erbij krijg. En dat ik nu een paar hits kan doen op die Brock. Ik mis echt al mijn shots. Jongen. Dat was echt heel erg slecht. Oké, het mag niet zo zijn dat we dit potje gaan verliezen. Ik zal eventjes hier naar boven gaan. Oké, daar wordt in ieder geval die Brock nog gekild door Karel. Dus dat is chill. En dan kunnen wij misschien nu een beetje gaan pushen. Dat zou fijn zijn. En dat waren een paar goede hits. Kijk, ik begin nu een beetje in te komen. Duurde eventjes, maar dan heb je er ook wat aan. En ja, dat waren de eerste hits op die kluis. En dit waren nog meer hits op de kluis. Dus dat is nog lekkerder. Kijk, dit begint er eindelijk een beetje goed uit te zien. Karel met een paar goede hits, dus dat is ook chill. Oh, dat was goede timing. Zag je dat? Die Brock, die werd net geraakt door zijn super. Want die had net nog zijn shield om zich heen van toen hij zeg maar net levend werd. En dan zitten we nu goed te pushen. Dan hoop ik dat we nu door kunnen gaan. Ik kan even kijken of ik die bellen kunnen hebben. En dat gaat redelijk. Oh, dit ging dan wat minder. Maar we staan in ieder geval voor. En in het begin van het potje ging echt heel slecht. Maar gelukkig kunnen we nu iets beter terugpushen. Even hier om het hoekje staan. Uit de buurt van Karel. Want anders gaat hij misschien nog dood door mij. Dat willen we ook niet hebben. Oeh, dat was lekker. Alleen ga ik nu wel dood. Ik denk dat Karel daar bellen wel even killt. Nee, niet eens. Oké, hoe dan? Oké, ik ga naar het midden. Ja, dit is niet mijn potje. Ik heb wel eens betere potjes gespeeld. Ja, ook met Karel en Skert. Maar ja, dat kan natuurlijk niet elk potje feest zijn. Ik zou even mijn gadget aanzetten. En dan moeten we hier eventjes naar achteren lopen. Dat is mooi, dat ik mijn super nu heb. En dan kunnen we hier namelijk veel damage doen op de kluis. Ga ik wel dood, maar ze hebben nog 23%. Dus dat is het belangrijkste. Weet je, als je doodgaat, ja, is niet heel chill. Maar het belangrijkste is gewoon dat je meer damage doet op de kluis als wat de tegenstander doet. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Die spike, die hebben we nu ook, dus dat is ook lekker. En dan denk ik dat we het nu bijna wel kunnen afmaken. Hoe dan ook, deze ronde gaan we winnen. En dat betekent dat we zo meteen hier waarschijnlijk in Legendarisch 3 zitten. Donders, ik word echt helemaal groot. Ja, ik word wel redelijk gecarried op dit moment door Karel en Skert. Ja, dat is wel redelijk obvious. Maar ja, maakt allemaal niet uit. We gaan gewoon lekker door. Nog één ronde en dan moet ik mij deze ronde nog even gaan bewijzen. Laten zien dat ik wel Brawlers kan. En sterker nog, ik heb een paar ronden of een paar games gespeeld met Skert en
Karel, die jullie net niet hadden gezien. Maar in ieder geval, die gingen vrij goed. En daar ben ik ook gewoon een paar keer sterspeler geweest. Maar ja, daar hebben jullie nu niks aan. Dus ik moet nu laten zien dat ik een beetje Brassers kan spelen. Want dat zien jullie. En die potjes van net vier zijn zien jullie natuurlijk niet. Ja, oké, okay, dat waren een paar mooie hits. Ja, lekker. En dan kunnen we nu meteen een paar keer pushen. En dan ga ik wel dood door die Brock. Ik vind Brock zo'n lastige knokker om tegen te spelen. Omdat hij gewoon een groot gebied heeft waarin hij damage doet. En ik heb trouwens ook nu geselecteerd dat ik met Colt mindere range heb. Ja, dat ik sneller beweeg. Dat is ook chill, maar niet altijd. We kunnen hier even met mijn super wat damage doen. Dus dat is lekker. Kijken of we die Colt of nee, Spike kunnen hebben. Die hebben we ook, dus dat is ook lekker. Oh, die Belle die was alweer levend. Dat was wel vrij snel, om eerlijk te zijn. Maar we staan dik voor. Ze hebben nog geen hit gedaan op onze kluis. En wij zitten op hun kluis alweer op de 69%. Dus dat is wel lekker, om eerlijk te zijn. Die Belle doet dat trouwens ook wel goed, hoor. Dat weer kaatsen. Om dan onze Karel uit te schakelen. Maar dat lukt hem niet, jongen. Nou, uiteindelijk is Karel wel dood gegaan. Maar volgens mij niet door Belle. Volgens mij gebeurde dat door Brock zelf. Oké, dat was in ieder geval een kleine hit. Ja, zolang ze in ieder geval maar niet hier door het midden kunnen gaan, dan is het prima. Weet je, zolang wij hier controle hebben en hun naar achteren gepusht moeten worden, vind ik het nice. Oké, eventjes wachten, want ik heb niet zoveel levens. En ja, dat is goed gedaan door Karel. Want dat scheelt weer, want dan kan ik hier weer eventjes naar de andere kant stormen. Dat is ook goed gedaan. Alleen kan ik nu niet hier voorbij. Ja, kan wel, maar dat zou dom zijn. En dan gaan we nu eventjes turbo veel damage doen op de kluis. Even mijn super erbij. En dat gaat ook lekker. Oké, ik denk dat we het nu wel kunnen afmaken. Ga ik vanuit. We doen namelijk echt heel veel damage op dit moment. En nee, we kunnen nog niet afmaken. Nee, maar ze hebben nog maar 18% damage. Ja, dit gaat echt wel goed komen. Oh, dit zijn hun eerste hits op onze kluis. Ja, moet je nagaan. Oké, nice. In ieder geval nog een kill erbij. En dat was nog een kill erbij. En dan kunnen we het nu sowieso afmaken met z'n drieën. Ja hoor. En dan hebben we het gehaald. Let's go. We zitten gewoon in legendarisch 3. Hoho. Ziek nice. Ik was weer niet de beste speler. Check Scared, jongen. Dat is zo insane hoe goed Scared is. Ja, dit is echt bizar. Maar we zitten gewoon in legendarisch 3. Dit is trouwens mijn laatste ladders mode starter op die ik kan krijgen in dit seizoen. Want ik heb ze allemaal vrijgespeeld. Dus dat is wel heel erg nice. En wat krijgen we? Een nieuwe spelerspick. Ik vind hem heel erg nice. Ja, ziet er vet uit. Ik vind al die ranked spelerspictogrammen en zo, of ranked moet ik zeggen, die vind ik wel echt heel vet eruit zien. Maar Scared Karel, ziek bedankt voor het helpen pushen. We gaan binnenkort door en dan gaan we eens kijken of we inderdaad naar meester kunnen gaan. Voor nu laat ik het erbij. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot om één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check Bouws.nl voor de Bouws Army kleding. Hoi.